Gisteren in Lang Leven de Liefde. Marcel is zo druk dat Dirkje zich afvraagt of hij wel tijd voor haar heeft. Ik heb mijn eigen bedrijf. Jij hebt nooit vrij. Nee, ik zou net zeggen. Mijn ex had ook wel haar eigen bedrijf. Dan denk ik, ja. En haar idee van een relatie is toch iets anders dan wat Marcel ervan verwacht. Op een gegeven moment zou ik echt wel wat samen worden. Als je mij nu op dit moment vraagt, dan zeg ik van dat hoeft überhaupt voor mij niet. Ik weet niet of ik 24/7 iemand om mij heen wil hebben. Andrew wil echt niets liever dan voor altijd bij Yolanda zijn. Maar zo zeker is Yolanda niet van deze prille liefde. Ik heb het idee dat jij veel verder bent met je gevoelens dan wat ik dat ben. Ik ben echt super blij dat we het nu ook verlengd hebben de afgelopen 24 uur. Mm-hmm. Maar... Je zit er sterk aan te twijfelen om dat niet nog een keer te doen. Ik weet het niet. Lang leven de liefde is vrij. Nou, weer 24 uur voorbij. Ja. Hoe heb jij het ervaren? Ja, goed. Ja, de afgelopen 24 uur waren, denk ik, voor ons beiden wel behoorlijk turbulent. Ja. Met het bezoek, nieuwe gesprekken die we hebben gehad ook. Zeker de twijfels die we hebben weggewerkt bij elkaar samen. Ongeacht dat ik verder ben in mijn gevoelens dan jij, ben ik wel gewoon nog steeds van mening van laten we er samen naar gaan bouwen. Om bij mij gewoon die gevoelens even te laten voor wat het is. En gewoon kijken wat kunnen we doen om bij jou die gevoelens gewoon rustig aan te verbeteren. Ja. Want ik weet niet waarom, maar ik heb bij jou gewoon in zo'n korte tijd zo'n vertrouwd gevoel gehad. Mm. Ik kan me gewoon openstellen. Ja. En ik weet gewoon van het zit goed. Ja. En op basis van dat soort dingen en omdat we op veel manieren goed met elkaar levelen, elkaar ook gewoon begrijpen kunnen praten, denk ik van ik zie hier wel een potentiële levenspartner. En ik wil daar gewoon graag samen gewoon verder naar gaan bouwen. Ja. Dus... Ja, ik heb wel een iets wat andere mening hierover. Bijvoorbeeld zoals gisteren die verrassing, ik vond het echt super lief. Nog steeds. Ja, maar ja, ik merkte zeg maar wat ik eigenlijk had gehoopt op het moment dat het alles gebeurde. Dat er iets in mij loskwam, maar dat kwam niet. Ja, ik wil niet dat ik je kwets, hoop ik, maar... ik wil het niet verlengen. Ja. Ik zag het niet aankomen. Nee, tuurlijk is het teleurstellend. Ja. Ja. Zullen we dan maar de koffers pakken? Gaan we zo meteen maar afsluiten, ja. Ja. Nou, dan wil ik je even knuffel geven. Ja. En bedankt voor alles. Ja. Dankjewel. En... Ja. Het beste, denk ik, hè? Doei, doei. Yolanda kon de twijfel niet van zich afschudden en dan is het zeker slim om te stoppen. Maar ze wil wel doorgaan met daten. Dus is jouw accent Amsterdams en zij helemaal jouw smaak? Meld je dan nu aan. Andrew was voor zijn gevoel heel dicht bij de ware. Dus hij heeft er alle vertrouwen in dat hij haar toch hier bij ons gaat vinden. Begon er bij jou meteen iets te kriebelen toen je hem zag? Geef je dan snel op. Dirkje en Marcel hebben allebei toch sterk het vermoeden dat dit geen match is, maar moeten nog een paar uur met elkaar door. Dus wie weet komt er toch nog een onverwachte klik na een vraag uit onze pot. Wat is belangrijker, goede looks of intelligentie? Dan vind ik intelligentie wel belangrijker. Ja, dan ging ik weer voor de looks. Daar zit precies het verschil. Ja, dat klopt. Dat geeft niks. Ja. We kunnen nog een schilderij maken. Oh god, jij wil zien hoe ik zo'n Picasso wil maken. Joh, echt zien hoe creatief ik ben. Hè? Echt, je wil dit proberen. Gewoon kijken hoe creatief uit me te krijgen. Ja. Nou, ik heb dat ik een bepaalde diepgang mis. Dat kwam voor mij ook al een beetje in jouw activiteiten naar voren. Dat ik dacht van, oké, ja, we zitten niet op hetzelfde level wat dat betreft. Ik vind het fijn als iemand mij een beetje prikkelt hier. En dat mis ik wel een beetje. Dat klopt, maar ik zeg ook, ik ben daar gewoon geen sterk in. Ja, dat is niet mijn sterkste kant. Nee, dat klopt. Ik ben,
ja, ik ben een beetje anders erin. Ja, ja. Dus. De 27-jarige Serena uit Breda heeft een leidinggevende functie in de horeca en ontzettend haar best gedaan om een goede relatie op te bouwen. Maar dat is een flink aantal keer niet gegaan zoals ze had gehoopt. Dus kijkt ze nu naar ons voor een goede start. Ik ben best wel jong aan de relatie begonnen. Ik was 11. Toen op de middelbare school had ik, toen ik 13 was, ook best een lange relatie. Uiteindelijk denk ik dat ik 7 lange relaties heb gehad ongeveer van een jaartje. Het is geen bewuste keuze dat ik een jaar vrijgezel ben. Ik ben eigenlijk nog niemand echt tegengekomen. Iemand van wat ik denk van zo. Die is leuk. Nee. Daarom hoop ik dat het hier wel lukt. En dat iemand wel serieus is. Echt, door deze koelkast breek ik dadelijk al mijn nagels nog af. Verder zou ik nooit gaan trouwen. Tenzij het een miljonair op sterven is. Of wat voor type man val ik? Een man die aan zijn uiterlijk wel wat doet. Af en toe zonnebankje pak, sportschool. Iemand die verzorgd is, mooie tanden heeft of blond of donker haar. Qua innerlijk zoek ik een jongen die pittig is, sociaal en betrouwbaar. En ik zoek iemand die lief is, tegengast geeft en ondernemend is. Eigenlijk een totaalpakketje, dus dat is heel moeilijk. Nou, dan ken je ons nog niet. Wij zijn op zoek gegaan en hebben Davy gevonden in Haarlem. Hij is 30 jaar, heeft een dochtertje uit een eerdere relatie en geeft niet alleen tijdens zijn werk als dakdekker de oogjes goed de kost. Ja, ik heb wel goed flirten, ja. Meestal ga ik zelf een beetje dansen en ik kan best goed dansen. Nou, dan kijken ze ernaar en dan kijk ik naar die persoon of ze naar mij kijkt. En dan loop ik gewoon naartoe en dan maak ik gewoon een praatje. En ik weet meestal wat ik moet zeggen. Maar ja, ik heb tot nu toe niet iemand gevonden nog. Waar ik nou op zoek ben is dat is spontaan is en sociaal. Ja, qua uiterlijk het liefst ja, een beetje een mooie figuur. Het liefst ook tattoos, maar dat hoeft niet per se. Ik hou wel echt van vrouwen, maar eerlijk gezegd ben ik wel echt op zoek naar iets serieus. En misschien vind ik wel de ware. Je weet het maar nooit. Hoi. Hey. Hoe is het? Ja, goed. Ik ben Serena. Hi, ik ben Dave. Ja. Wil je wat drinken? Ja, nee, is goed. Deze zijn voor jou trouwens. Ja, dankjewel. Ja. Ja. Ja, ik hou van alcohol, ja. Ja, ik ook, ja. Maar niet. Ik heb een cadeautje voor jou. Oh, ja. Ik weet niet of je het lekker vindt. Oh, die kun je 43. Ja. Lekker. Ik heb foto's van mijn hond en van mijn ouders en mijn zusje. Oh, leuk. En van paarden. Je hebt ook paarden? Ja. Ik heb altijd over naast denken om een paard ooit voor mijn dochter te kopen. Het is wel een leuke hobby, hoor. Ja. 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 Dat is niet groot, hoor. Wat? Ah, ik kan ook. Wil je nog meer ijs? Nee, dat is goed, joh. Wat had die paarden dan? Deze is 6 en de andere is 7. Oh ja. Ik heb ook een dochter van 6. En de moeder vandaag, hoe heet ze eigenlijk? Jennifer, maar die staat ook op mijn buik. Wie? Ja, mijn ex, Jennifer. Met wat? Ja, haar naam. Nee, ja, haar naam. Ja. Daar heb ik wel een beetje spijt van, hoor. Ja, ze hebben al 4 jaar een nieuwe vriend. Dat is vreemd te gaan. Je kan tegenwoordig toch weglezen, wat? Ja, dat wou ik ook doen, maar ja, ik hoor dat het best wel pijn deed. Ja, niet alle prikkels zijn even prettig. Maar Dirkje zoekt toch wel een bepaalde diepgang in een man. Helaas slaat Marcel redelijk dicht als er iets van gevoel bij komt kijken. En dus zit er niets anders op dan saampjes de tijd uit te zitten. Hoe laat is het? 2:30 geweest. 2:30. Goh. Er is wel echt heel veel te weten over elkaar gekomen in de korte tijd. Ja. Jij was helemaal niet zenuwachtig? Jawel, nou, ja. Alleen voor de persoon? Ja, ik weet van mezelf, als ik stil ben, ja, dan ben ik niet op mijn gemak. Als je stil bent? Ja, ik ben wel heel sociaal. Ja, dat ben ik ook, ja. Maar je hebt geen borderline, toch? Nee, dat was gewoon een geintje. Nee. Maar ik heb vrouwen gehad met meeste relaties met borderline. Ja. Ik heb best wel honger, joh. Ja, we moeten een lijstje maken, anders komt er toch geen eten. Wat wil je eten? Ja, mij maakt niet uit, schat. Wat je wil. Wat wil jij?
Nou, ik wil dat je een drie gangen diner voor mij maakt. Drie gangen? Ja, je hebt hier wel drie gangen. Ja, maar ik kan wel eieren bakken en zo. Maar, Anders ga ik nu koken, ga jij ontbijt maken. Ja. Hou je van vis of vlees? Ik vind allebei wel lekker. Godstomme. Ja, hou je van pasta? Ja, maar alleen carbonara. Met die romige saus, weet je wel. Ik ben niet zo makkelijk te eten. Hou je van vis? Ah, verdomme. Dat is je biefstuk. Ja, dat klinkt wel lekker, ja, doen we dat wel. Ik ga morgen op de ontbijt zoals je maakt, toch? Ja. Ja, we hebben sowieso eieren nodig, denk ik. Eieren. Ja, dat is goed. Hoe eet jij je eieren altijd 's ochtends? Met een vork meestal. Ah. Ja, ja, ik kan heel scherpe opmerkingen maken. Oké. Maar hoe? Ja, meestal in een pan doe ik het meestal. Of je kent de eieren heel laat, het eigeel. Maar je kent het ook klutsen. Ik weet niet, hoe eet jij het liefst? Maakt niet uit. Oké, ik denk dat dit het wel is, toch? Ik vind het wel grappig. Ik vind het wel leuk. Dus ik denk dat we altijd goed met elkaar kunnen praten. Oké. Dirkje en Marcel zijn al een tijdje uitgesproken en hebben elkaar eigenlijk nog maar één ding te vertellen. En we weten allemaal wat het is. De eerste 24 uur zijn voorbij. En hoe heb je die ervaren? Ik heb een leuke ervaring. Ik heb gewoon donderdag naar mijn zin gehad mee. En ik weet ook, van beide kanten is dat ook wel zo. De mist is klein, is gewoon een stukje aantrekkingskracht naar elkaar toe, als ik dat zo mag zeggen. Ja, zeker. Absoluut. Dan mis ik misschien een stukje, ja, iets meer serieus, hè. Dus soms krijg ik wel een beetje het gevoel dat het bij jou een beetje lang leven de lol is. En drankje dit en drankje dat. Dan zitten we toch op een bepaald ander level. En qua initiatief, ook met activiteiten bedenken. Ja. Kom maar met ideeën, roep maar iets, weet je. Op het laatst, dan weet ik het ook niet meer. Nee. Ik denk ook dat is net dat stukje wat... Sommige dingen vind ik gewoon moeilijk. Ja. Dat is gewoon zo, echt. Dat, ja. Dat vermijd je misschien een beetje. Ja, klopt. Ja, ik ga niet verlengen. Nee, ik ga niet verlengen. Nee. De rom. Dan gaan we koffie maar pakken. Is goed. Is goed. Gaan we. Bedankt voor de gezelligheid. Absoluut. Goeie reis. Ja, heel goed. Nou, doei hè. Hey, doei. Dirkje gaat terug naar Friesland en gaat daar toch nog maar eens zelf rondkijken of ze een fijne vent met diepgang kan vinden. Voor Marcel is een tweede rondje in ons appartement zeker bespreekbaar. En dat is niet omdat hij nooit een rondje afslaat, maar hij denkt dat deze manier van daten hem wel kan helpen om de ware te vinden. Dus denk jij dat je dit feestbeest kunt temmen? Meld je dan nu aan. Ik ga even naar het toilet, die is beneden toch, op het toilet? Ja, een badkamer. Oh ja. Ik denk dat het is. Hij is wel aardig. En ik denk dat ik goed met hem kan lachen. En dat ik het leuk met hem kan hebben en leuke dingen kan gaan doen. Hij is niet lelijk. Maar ook niet super knap. Weet je wat hij vroeg net aan mij? Heb je borderline? Nee. En toen dacht ik echt, what the fuck? En toen zei hij van, ja, dat was een grapje hoor. Toen dacht ik echt van, what the fuck? Oké. Maar hij heeft blijkbaar dus een ex op zijn buik staan. Toen zei ik van, heb je dat niet gecoverd? Of weg laten halen? Ja, maar nou is het dus een, weet ik veel, maar dat is al blijkbaar 4 jaar uit of zo. Hij begon ook wel gelijk over, weet je, dus ik denk dat hij er nog niet echt overheen is misschien of zo. Ja, sorry, maar daar heb ik toch helemaal geen zin in, joh. Wanneer moet je nou zeggen van, oké, dit is wel, dit is het niet? Morgen. Ik moet nou 24 uur zitten we dan in een huis. Maar ja, weet je wat het is? Ik weet het niet, hè. Dadelijk is het wel heel leuk en kom ik achter meer dingen of weet ik veel wat, maar ik ga mezelf van maken, denk ik. Doei! Doei! Dit is Remedios. Zij is 51 jaar, werkt als pedagogisch medewerker en is moeder van 1 dochter. En haar naam verraadt het misschien wel een klein beetje, maar deze vrijgezel uit Vlaardingen heeft Spaanse roots. Ik ben echt al 6, 7, 5 jaar, ik weet het niet eens meer, alleen. En ik ben nu echt op het moment dat ik denk van ja, het zou ik toch weer leuk vinden en gezellig vinden om iemand bij me te hebben. Gezellig mee op vakantie te kunnen, gezellig mee te kunnen kletsen.
Ik zoek een leuke, gezellige man. Mooie uitstraling. Vooral ogen, sprekende ogen. Even kijken, waar gaan we jou neerzetten? Haar op zijn hoofd. Mijn ex was namelijk kaal, dus dat heb ik nu al gehad. Ja, zo. Mag wel een beetje vleesje aanzitten. Niet te veel. Geen bierbuik. Zo, gezellig. Die zijn eigen leven op een rijtje heb, die ondernemend is. En wat ik ook wel leuk zou vinden in een man, als die toch een beetje die Spaanse roots heeft. Die ik ook heb. En dan hoeft het niet zo te zijn dat het een Spanjaard is. Maar misschien wel een Nederlander die een beetje temperament heeft. Dat zou ik wel leuk vinden. Kijk, als jij het leuk vindt, Remedios, dan gaan wij daarvoor zorgen natuurlijk. Aan zijn naam hoor je het totaal niet, maar Henk is half Spaans. Verder is hij 51 jaar, vrachtwagenchauffeur en een vrijgezelle vader. Ik heb wel eens een date gehad. Sommigen waren echt complete rampen dat ik zoiets had van, nou jongens, kom op. Ik kreeg echt soms aanbiedingen van, wil je mijn meester zijn, wil je mijn slaaf zijn? En nee, ik moet er niet aan denken, nee. Ik heb ooit één keer een date gehad en die zei van, ja, ik vind René Leblanc goed. Ik zei, nou, dan houd ik hier bij deze op. Dan ben ik ook echt meteen klaar. Ik kan er niks aan doen. Als ik mocht kiezen wat voor vrouw er door de deur zou komen, dan zou er eentje komen met donker of rood haar. Sprekende ogen, dat je echt zegt van, wauw, hè, daar komen de ogen komen binnen en dan de rest. Ik ben eigenlijk op zoek naar een leuke, lieve vrouw. Gewoon echt een spontaan, vlot ding. Die ook nog wel pit heeft. Ze moet ook niet te veel make-up op hebben, want dat vind ik maar niks. Want ja, als ze naast mijn auto zit en ik ga over een drempel en ze moet opnieuw de make-up doen omdat het eraf brokkelt, nee, dat hoeft voor mij niet. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Zo, zo. Lekker bezig geweest. Hey. Hoi, Remedios. Wat was je nou? Remedios. Remedios. Remedios, ja. Oké. Okay. Ik heb een presentje voor jou. Wat leuk. Wat mooi. Dank je wel. Zal ik uit gaan pakken? Oh, ja hoor. Ben je zenuwachtig? Ja, best wel. Eerste date. Zenuwachtig voor wat er komen gaat. Hoe die prachtvrouw is als ze voor me staat. Zou haar humor matchen met die van mij? Zoals het team ons matchen. Liefde, ik ben klaar voor jou. Iemand aan mijn zij waar ik van hou. Ik hoop dat jij het bent, ondanks dat je me nog niet kent. Lieve groet, Henk. Nou, super lief. Chocoladetruffels. Nou, die gaan er altijd in. Ik denk vrouwen chocolade. Wat een verwennerij. Dat moet goed zijn, hè? Heerlijk. Mijn nicht die heeft de kaart geschreven. Oh jee. Zij heeft mij ook opgegeven. Mm-hmm. Ik weet niet wat erop staat. Dus dat. Nou, ik zou zeggen, lees de kaart maar voor. Hola, onbekende match. Ik zal je besparen met een heel lang verhaal. Daarom geef ik je enkele karaktereigenschappen van Remedios mee. Humor, zorgzaam, gezellig, koppig, eigen mening, dierenvriend. Ietsje onzeker, maar vooral uniek. Maak er samen een leuke ontdekkingsreis van de komende 24 uur. En wie weet langer. Lieve groet, Angelines, nicht. Angelines. Ja. Het is op zijn Spaans, is dat Angelines? Oké, je bent Spaans. Ik ben Spaans. Ik half. Oh, echt? Nee, ik ben echt zowel vader als moederskant. Oh, nee, ik alleen vader. Al hoor je het niet Henk, maar ja. Kan ik ook niks aan doen. Ja, inderdaad. En je spreekt de taal ook, of niet? Nee. Nee? Nee. Of ik moet boos zijn. Nou, hey, superleuk. Ja. En om niet te vergeten, dat is Milo. Milo, jouw hondje? Ja. Hij kon niet mee, dus ik dacht, weet je wat? Ja, ja. Dus... vandaar, want het is toch mijn alles ziet. Het is echt mijn schaduw. Mijn hond, waar ik ben, is mijn hond ook. Nou, waar Davy is, is de tatoeage met de naam van zijn ex ook. En dat was misschien niet het eerste wat hij met Serena had moeten delen. Maar vooruit, er valt nog genoeg te vertellen. Ik begin eens even in mijn maat te zijn. Zelf. Ja, maar ik kan af en toe heel druk worden. Echt? Heb je ADHD? Nou, dat weet ik niet. Ik kan ook heel rustig zijn. Als ik bijvoorbeeld met een meisje film zit te kijken of serie. Maar ik zal je zeggen, ik heb al 2 jaar lang ben ik heel verdrietig en eenzaam. Heb je nog wel een vriendin gehad? Ik heb één ex gehad, Melanie uit Delft. En waarom ging dat uit dan? Nou, die is ook vreemd gegaan. Die is ook vreemd gegaan? Wat is er mis met jou? Ben je slecht in bed of zo? Nou, dat niet. Nee, dat zeker niet. Nee. Maar ik ben in principe niet slecht, want ik ben 4 maanden ook al een keer gevraagd voor een porno-scène. Maar hoezo word je daar zomaar voor gevraagd? Daar word je toch niet zomaar voor gevraagd, lijkt mij. Nou, omdat ik het dus wel goed ken. Degene wie
het doelpunt tegen krijgt, die moet een vraag stellen. Oké. Okay. Ja. Tuurlijk. Ja. Oké. Okay. Liever zelf altijd de leiding moeten nemen of een partner die altijd de touwtjes in handen heeft? Nou, ik ben wel een type wat zelf graag de touwtjes in handen heb. Ik ben een echte vrouw. Maar ik vind het wel leuk als mijn partner ook dingen onderneemt, zeg maar. Dus niet dat alles dan bij mij vandaan moet komen. Nee, nee, nee. En ik ben ook wel een type die dingen van tevoren moet weten. Ik ben echt zo van, als we 's morgens opstaan en ik heb zoiets van... We gaan naar het pretpark. Dan gaan we naar het pretpark. Nee, ik ga mezelf echt op voorbereiden. En dan kan je dat beter 's avonds tegen me zeggen. Oké. Oh, echt, ik blijf hier. Oh, wow, 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 wow. Weet je waarom dat doet? Ik help je een beetje mee, hè? Ik heb je laten winnen bij deze. Ja, ja, dankjewel. Serena valt van de ene verbazing in de andere. Davy draagt zijn ex op zijn buik en heeft blijkbaar connectie in een bepaald soort filmindustrie. Het is niet gek dat ze echt even behoefte heeft aan een belletje met haar beste vriendin. Hey. Hallo. Och, hey. Het verhaal wordt steeds gekker, man. Oh jee, vertel. Ja, gevraagd voor een pornofilm. Ah. What the fuck? Wauw. Nou, ik ben benieuwd wat je keuze morgen gaat zijn. Kijk, het kan nog hartstikke gezellig zijn, hè? Maar beter ga ik even buiten staan. Ja, ik zou de avond gewoon afwachten en gewoon doen wat je gevoel zegt. En niet langer blijven. Nee, natuurlijk niet. Ik lig liever met mijn hond in bed dan met hem. Moeten in die paar uur dat jullie nou iets gaan doen, moet er veel veranderen dus. Nou ja, er moet inderdaad wel wat spectaculairs uit zijn mond komen om mij helemaal van mijn stoel af te blazen of zo. Ik weet niet. Mm-hmm. Ik kijk het wel gewoon aan. Ik zie het vanzelf wel. Oké, doei. Doei. Zo, en hoe vind je het gaan tot nu toe? Ja. Heb je het gezellig? Ja, ik wel. Jij? Ja? Ja, ik heb het ook hartstikke gezellig. We kunnen lekker praten met elkaar. Dus dat zeker. Ja, toch? En hoe denk jij over een relatie, zeg maar? Hoe sta jij daarin eigenlijk? Ik vind een relatie moet wel gelijkwaardig zijn. Je moet wel allebei... Ja, maar zie je bijvoorbeeld jezelf samenwonen of latten? Of... Het is heel simpel. In het begin is het eerst een latrelatie. En uiteindelijk, ja, samenwonen, uiteindelijk, daar wil je toch naartoe. Denk ik. Ja, zou je daar naartoe willen, naar samenwonen? Uiteindelijk wel. Ja? Ja. Oké. En jij? Nee, ik ben al zo lang alleen... Mm-hmm. Dat ik het zo wel goed vind, zeg maar. Dus ik ben eigenlijk meer een beetje van het latten. Voor de latten, ja. Ja. Kan iets specifieker zijn wat je dan leuk zou vinden? Of wat zou je ondernemen als je een relatie hebt? Ja, met elkaar leuke dingen ondernemen natuurlijk. Hè. Dus een dagje uit, samen, zoals nu, samen koken. Nou, voorlopig sta je daar in je eentje. Hapje eten soms. Hoezo, gelukkig. Hou je niet van koken? Nee, ik hou niet van koken. Kijk dan, let op. Kijk uit. Oh, hey, kijk. Kijk nou aan. Je hebt wel echt mooie wimpers. Dankjewel. Ik heb zo honger. Ik neem even wacht, we gaan zo eten. Dat is vanmorgen. Ik neem even één plakje. Ik heb ook heel wat gereed. Oh, deze is misschien voor die biefstuk of niet? Ja. Liefde maakt blind, waar of niet waar? Bij mij niet. Ik ben niet verliefd. Nee? Ik wel. Op wie? Op jou. Ben je zo snel verliefd? Ja. Als je iemand ontmoet en je echt gelijk verliefd bent? Ja. Echt? Ja. Ja, liefde maakt blind. Ja. Je bent wel eens vergeleken met Dave Roefink. Nee. Niet? Ja. Ja. Hallo, je eet toch niet uit de saladebak? Mag ik wat hapje nemen? Ja, dat mag je helemaal opeten. Dan loopt je misschien iets te zeuren. Goed baas. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Eet smakelijk. Remedios probeert het gesprek goed op gang te houden door flink wat vragen te stellen. En dat vindt Henk geweldig. Want hij mag graag vertellen over zichzelf en wat hem allemaal bezighoudt. Ik heb een hele tijd gehad dat ik bang was voor paarden. Ik vond paarden maar niks.
Ik ben helemaal gek voor ezels. Dat meen ik echt. Als ik een ezel ergens zie, moet ik stoppen. Oh, probeer ik hem te aaien en te knuffelen. Oh, ja. Ik vind ezels vind ik geweldig. Hetzelfde op het moment dat ik de tandartsstoel aanraak. Geheid. Ik kan daarna terug naar huis. En ik kan een ander shirt aantrekken. Ik ben drijfnat. Echt, joh? Ik ben zo bang voor tandarts. Ja. En niks mis mee, hoor. Dat is een hele knappe vrouw. Niet iemand om bang voor te zijn. Eet smakelijk, schat. Dat is smakelijk. Hopelijk vind je het lekker. Denk ik wel. Als jij het hebt gemaakt, denk ik wel. Ik heb er een beetje rattengif doorheen gedaan. Oh, echt? Ja. 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 Heel lekker smaak. Kijk, het is positief, Serena. Hij kan in ieder geval afwassen met die tong. Henk heeft totaal niet in de gaten dat het misschien wel eens leuk is om Remedios een vraag te stellen. Hij loopt helemaal leeg en gooit zelfs zijn eerdere date-ervaringen op het romantische kampvuur. Ik nooit meer helemaal naar Bergen op Zoom gereden en ik bel aan. Maak er een hele oude vrouw los. Ik zeg, ik denk dat ik voor je dochter kom. Nee, dat was zij. Ze had een foto van de dochter erop staan. Maar ja, anders reageerde er niemand op. Dan ze viel op jongere mannen. Nou, toen ben ik omgedraaid. In het begin was ik echt kwaad. Ik had echt zoiets van, fuck. Ja. Maar ik heb in de auto echt zitten lachen. Ik heb, ja. In de auto had ik echt zoiets, oh mijn god, wat een muts. Zullen we dit doen? Ja, goed. Heb jij jezelf ooit weggecijferd in een relatie? Ja. Ja, wat dan? Omdat ik altijd goed was voor vrouwen. En daarom gaan ze vreemd. Ja. Ja, dat is echt waar. Als je te lief bent voor mensen, dan maakt ze misbruik van je goedheid. Nou, sorry hoor, nee. Niet? Nee. Wil je nog wat doen? Wil je een spelletje doen? Of wil je op tijd naar bed, dat we morgen een lange dag hebben? Oké, maar ik ben niet zo snel samen slapen. Dat ben ik helemaal niet van. Dus nee. Ik wil gerust wel op de bank slapen, aangezien ik niet zo goed slaap en zo. Wat jij wil? Slaap je altijd wel snel met iemand in een bed? Nou ja, ik droom er al 2 jaar van om een keer weer naast een vrouw te slapen. Oh echt? Dus je dacht ik ga meedoen aan lang levende liefde, kan ik naast mijn vrouw slapen? Ja. Oh echt? Nou, weet je niet dus. Ja. Ja. Oh, slaap lekker. Heb je al een beetje nagedacht wat je wil doen met slapen? Ja, mij maakt het niet uit. Ik slaap op de bank. Hé, wel rusten? Ja, wel rusten. Hoi, hoi. Morgen schildert Serena een heel helder beeld van Davy. Ik heb je tatoeages wel, denk ik, goed getekend. Echt, 2 druppels water. Anders doe je eerst een blinddoek om. Goed vasthouden. Ja, zo. Niet kijken, hè? Nog niet kijken. Mooi, hè? Dan ben jij in de auto. Dus ik ben een lul in de auto. Ja. Tot morgen.